Je kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Over het uh, midden van het land, in een strook van noordwest naar zuidoost, ligt een bandje met meer bewolking. In de rest van het land is er al best wel ruimte voor de zon. En die zon zullen we ook op andere plaatsen in ons land best van tijd tot tijd gaan zien. Heel lokaal kan er een spatje vallen, maar het stelt allemaal erg weinig voor. Het wordt 9 tot 12 graden in de ochtend en in de middag gaat het kwik verder omhoog. 15 graden in het uiterste zuidwesten van ons land tot 18, plaatselijk 19 in het noordoosten. Van tijd tot tijd de zon, hier en daar ook wel wolken. Kleine kans nog op een bui, maar vanavond is het op de meeste plaatsen alweer droog. En de temperaturen gaan langzaam omlaag. Echt koud is het komende nacht niet, met een minimum rond 8 graden. Ja, morgen is de zon dan volop terug in het weerbeeld. We beginnen de dag nog met wat sluierwolken waar de zon al wel doorheen schijnt. Maar die gaan grotendeels oplossen. En dan wordt het dus een stralende dag met 20 graden op de thermometers en een matige oostenwind. En ook de dagen die volgen zien er zonovergoten uit met nog wat verder oplopende temperaturen. 3, 24 graden op de zaterdag is haalbaar. Dat is waarschijnlijk de warmste dag. Maar ook vrijdag en zondag gaan we over de 20 graden heen. De wind blijft oost tot noordoost en neemt langzaam iets in kracht af. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.